Ja, en dat, en, nou, en dat kan je doen als je begrijpt hoe andere mensen bewegen, hoe andere mensen werken. En cultuureducatie is daar per definitie het middel voor. Per definitie. In deze negende aflevering is mijn gast Martijn Huytema, cultureel ondernemer en muziekdocent. Martijn studeerde aan het Prins Klaus Conservatorium in Groningen, waarna hij meerdere bedrijven heeft gehad gespecialiseerd in het geven van trainingen over het geven van muziekeducatie. Tegenwoordig is hij co-founder van de online muziekmethode Boom, Boom Clap, waarin hij muzieklesgeven toegankelijker maakt voor groepsleerkrachten. Dag allemaal en welkom weer bij deze negende aflevering. Zoals je al hoorde in de intro van de meeste podcastsper. Mijn naam is Casper en we zitten hier weer op de Marnix Academie waar ik werk. Met onze nieuwe gast Martijn Huytema van Boom Boom Club. Onder hey. andere. Precies. Je doen, moet het zelf nou, een beetje ja. doen. Ja, doen, ja, 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 ja dat doen, is doen, Precies. Ja. En deze podcast heeft een iets ander format, want ik weet zelf een stuk minder wat er gaat gebeuren. Ja. Normaal hebben we een gast of twee en dan interview ik. Het is eigenlijk meer een interviewstijl, en deze keer hebben we gewoon gespreksonderwerp en gaan we in het gesprek met elkaar over muziek, muziekeducatie, cultuureducatie yep. en waar we maar naartoe gaan. Maar yep. allereerst vind ik altijd interessant hoe ben jij in het muziekonderwijs terechtgekomen? Uh, nou, ik gok dat wij een beetje dezelfde uh, achtergrond hebben. Ik heb namelijk uh, heel lang in een uh, showband gespeeld op straat, ja. zo'n soort van ding. ding. Ja, top. Ja, ja. dat hoorde ik al in een vorige podcast. Ja, showband van varen mochten wij niet zeggen. We zijn een marching band, ja, een drumcore, ja, ja. Dat was okay. dan meer de Amerikaanse okay. term, maar dan ja. was dat was vonden wij althans band. Ja. te tuttig. Ja, tuttig. Ja, precies. Ja. nee, ik had een, uh, was wel echt een showband um, in uh, mijn uh, geboortedorp Roden. Dat ligt in het prachtige Drenthe. Uh, en daar uh, 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 liep ik, uh, deed ik de opdracht en uh, werd ik al heel snel betrokken bij uh, de jeugdopleiding. En uh, nou, dat ging me heel goed af. Dus al vanaf mijn veertien nou, of mijn vijftien was ik al daar actief, elke week aan het lesgeven. En uh, ik zat nog op het ateneum en toen uh, ja, ging ik. Ik deed gewoon mijn ding, weet je wel, zoals iedereen zijn hobby heeft. Precies. Ja, en toen uh, dacht ik, nou, wat gaat iedereen doen na het ateneum? Oh, bedrijfskunde. Oh, dan ga ik ook bedrijfskunde doen. Toen had ik uh, rond de kerst uh, uh, nul studiepunten. He. En zeiden mijn ouders, goh, kunnen we even met je praten? We zien dat je echt diep ongelukkig bent bij bedrijfskunde. En het komt eigenlijk omdat ik nooit goed heb leren leren. Uh, dus uh, zeg maar als iemand tegen mij zegt nou je kan naar dit college gaan maar ik dat voelde niet wij per se veel vers <laughs> <Ja>? verschillende raakvlakken <laughs> ja, ja ik was, ik was er allemaal <laughs> ook voor inderdaad en um, nou ja toen uh, uh, werkte ik bij een drumwinkel en, en die was van de, de die de eigenaar van die drumwinkel was ook de dirigent zeg maar, van die showband of de, de instructeur noem je dat dan Um, en die zei tegen mij: Goh, Martijn, moet je niet wat gaan doen met dat lesgeven? Zeg Nou ja, echt, moet dat nou? Ja, man, ga naar het kostuum. Docent muziek is echt wat voor jou. Nou ja, toen ben ik daarheen gegaan. Moest ik een jaar vooropleiding doen. Toen heb ik uh, docent muziek gedaan. En uh, ja, zo ben ik erin gerold. En het en, en lesgeven vond ik nog steeds en vind ik nog steeds echt het allertofste om te doen. Ik vind ja. het zo ontzettend cool. Ja. 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 Ik zie de, 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 de mensen thuis zien dat helaas niet. Maar nee. Martijn straalt helemaal <laughs> ja, als hij dat zeker. zegt. Ja, ja wat, en, uh, lang gestudeerd zag ik ook ja. toch wel. Nou ja, ja, zeker. We, ja. Ja, ja, jaloers. Ja. <laughs> ik jaloers? Moest nou vijf, nou, ik heb ook vijf jaar daarover gedaan. Ja, man, de ik bachelor. mocht. Ik mocht heel lang aan het Prins klaus Conservatorium uh, mocht ik verschijnen. Ja. Nee, ja, en dat is, um, Daar zit wel een klein verhaal achter, want. Uh, um, ik paste niet helemaal in die opleiding, zeg maar. Dus het was. We hadden een vrij rigide opleiding. Dus onze. onze daar gaan we wel meteen de diepte in hoor. Maar onze, onze docent muziekopleidingen. Ik weet niet zo goed hoe het nu is in een docent muziekopleiding. Maar in mijn, mijn tijd. Dat klinkt een beetje oud. Maar zeg maar rond. Uh, nou wat zal het zijn? 2004. Begon ik. Um, en was het heel, uh, heel strikt. Heel, heel, heel close. Heel. Dus je, je, kon, je had eigenlijk geen ruimte, zeg maar. Dus je was twaalf uur per dag was je op school. Ja. Was je aan het studeren, ofwel je bijvak aan het studeren. Ofwel, weet je wel, je, je, je dingen aan het doen voor, uh, voor het hoofdvak, voor methodiek, pedagogiek. Nou ja, dat werd zo'n ding. Dat, dat is. En daarnaast, ja, ik wilde heel graag daarnaast verder ontwikkelen, verder ontplooien, verder. En daar was absoluut geen ruimte voor. Nou, nee, ik is... hoorde de term, ik was afgelopen, ik was vorige vrijdag bij een workshop van Jeroen Schipper. En hij kwam met de term progresservatoria in plaats van conservatoria. Mm. Ja. Omdat natuurlijk conservatoria ja. heel erg inderdaad dit zijn. Ja. En ik herken het ook wel van mijn tijd. Ik vind het niet dat het heel rigide was. Ik, wij werden vooral heel erg in diepe gegooid van vind je eigen wiel maar uit. Van oh. hoe je les moet oh, geven grappig. en dat soort oh, dingen. Wij helemaal niet. En daar vond ik, vond, ik heel, vond ik toen heel vervelend. Ja. Want ik moest echt soort van. En ik in een zee werd gegooid met ja. zwembandjes. Van. Ja. Zwem maar terug ja. en dan krijg je je diploma. En ja. ik had echt zoiets van: maar zwemmen moet dat met armen, met benen. Oh, hoe, wow. hoe werkt dit? Ik, Okay. En, en de verlengde stages zijn overgehouden en zo. Oh, ja. Uiteindelijk lukt het wel. Maar ja, dan is het, lukt het dus wel alleen maar op je eigen manier. Wat Juist. zij willen. Namelijk, het is niet alleen muziekeducatie. Het is ook een heel groot stuk identiteitsontwikkeling. Want zonder je identiteit kan jij geen onderwijs geven. Ja. Dat ook wel weer zo is. Dat dus, klopt heel erg trouwens. Alleen dat moet je later pas ontdekken. Je, 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 ik denk dat je nodig hebt dat je een soort basis set aan skills hebt. En kijk, de, de, de schifting vooraf klopt wel, hè. De toelating. Want... Je moet inderdaad mensen hebben die, die heel erg een passie hebben. Of waar, waar iets van een vonkje in zit. Hè? Um, je kan dit niet leren, denk ik, wat wij doen. Dus muziek, muziek, educatie geven, dat is echt moeilijk om te leren. Uh, je, het enige wat je kan doen is zeggen: oké, okay, hier heb je mijn basisset. Hier heb je mijn ideeën over muziekeducatie. educatie Let's go. Weet je, ik ga je zo goed mogelijk mijn mijn principes bijbrengen. En dit is ongeveer hoe kinderen werken. Maar hoe jij en kinderen werken, zijn anders, is anders dan hoe ik en kinderen werken. Snap je? Dus ik, ik denk dat, je, dat, dat, het, dat het zoiets zou moeten zijn. En dat, en dat was het bij ons absoluut niet. Bij ons was het my way or the highway. Mm. En ik had heel erg mazzel, dat ik uh, heel erg goed kon lesgeven al tenminste, ik deed maar wat, hè? Ik, wist, ja, ik had precies. absoluut geen idee, maar op intuïtie ging alles goed en daardoor konden ze niet zeggen van, nou, Martijn, uh, je bent maar een uh, matige docent. Nooit. Naar nou, ik Al, had, al uh, die grappig. stage's die gingen echt, weet je wel, weer een negen, weer een negen, oh, weer een Ik negen. heb ja. precies al dan, dit, dit is niet hetzelfde. Okay. Ik had echt, ik stond echt, wat, wat doe ik hier? En ik moet allemaal dingetjes op een bepaalde min uh, En ik, ik had veel meer die handvaten nodig. En toen ik later dus gewoon, oh ja, en er werd tegen mij altijd gezegd van, ja, je bent zo druk en dit en ja. en en enthousiasme en dit, dit. Doe het nou eens minder ja, 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 ja. als je voor de klas staat. Ja. Maar dat achter daarbij, achteraf dacht ik echt van ja, maar die hebt me dus echt heel lang mijn, ja. en mijn dat klopt identiteit dus tegengehouden ja. hoe ik wil juist, dit is, en nu juist, sta ik juist, met juist. die enthousiasme voor de klas juist. en is van het gaat alles zoveel beter. En en Alleen moet ik, je nagaan hè, als je dat had gehoord als je als iemand tegen jou had gezegd, luister, dit wat je nu hebt, fantastisch. Dat is je kracht. Gebruik dat maar. Dat was een heel andere boodschap geweest. Hè? En nu, ik ben helemaal niet tegen de muziekopleidingen. Ik vind het echt fantastisch en ik vind het heel goed. Alleen ik denk dat er, dat er, dat er echt een stap te maken is in. In de manier van opleiding. ik weet nogmaals ik, ik ik weet niet hoe het nu gaat op en muziekopleidingen. Ik hoop beter, want en ik weet dat in Groningen bijvoorbeeld wij, ik vandaan, komen ze een soort wisseling van de wacht geweest die, die heel goed is geweest voor. Lieve die, Noordam uh... zit er nu. Ja, nieuwe ja, zitten. Ja, die die uh, daar hadden we een hele leuke gesprekken mee. En uh, Kees is nu uh, Kees van der Meer is het hoofd van de hoofd van de opleiding, is ook fantastisch. Uh, hij komt uit die school, maar hij is, hij heeft, heeft heel veel andere dingen gedaan, heel andere ja. manier ontwikkeld en uh, weet je wel. ja, maar... dus. Maar jij geeft net aan, je moet dat vonkje hebben, je moet die basisvaardigheden ja. hebben. Hoe doe je dat dan? Je hebt natuurlijk ook te, ik zei het in de intro, heel bazaal, maar je hebt veel meer gedaan in alle bedrijven. Dat gaf mm. je net ook al in ons voorgesprek. Mm. Uh, hoe deed je dan in die trainingen? Hoe ging je om met de leerkrachten die je moest coachen, die juist dat vonkje helemaal niet hebben? Dat zijn de mensen die vroeger in de kleuterklas zaten. Jij kan niet zingen. Die zijn juf geworden, mm. die zitten nu met een soort aversie, ja. die hebben nog een blokfluit in hun, in hun achterhoofd zitten. Uh. Of. Toonsgewijs treffen, mm. wat ik ook nog wel kleutjes <laughs> heb horen zeggen, wat ze moesten doen voor hun ja, opleiding. Ja. aan de klos, die ja. overigens bijna, die collega's zijn bijna allemaal er niet meer. tenminste, zijn wel, maar met pensioen. Klopt. Uh, hoe, hoe, hoe raak je die? Hoe raak je die? Nou, ik al voor hier, want ik zit hier op een pabo. Er ja. stu zat studenten ja. die denken: muziek geven. Ja, ja. Uh, uh, voor mijn studiepunt. Ja. Maar ja, <laughs> ja, um, ja uh, um, dat vonk je ze altijd. En dat vonkje gaat niet over muziekeducatie, dat vonkje gaat over educatie. Dus uh, je, je hebt een reden waarom je docent wil worden. Dus of je bent goed met kinderen, of je hebt een drang om dingen uit te leggen, of je vindt, weet ik veel, je vindt iets cool. En dat vonkje is altijd bij elke docent, want anders hou je dit namelijk niet vol. Anders ga je dit werk niet doen. Je kan dit werk niet doen zonder passie. Iedere docent in Nederland heeft ergens dat vonkje. Echt waar. Ik, ik ben nog nooit iemand tegengekomen zonder vonkje. Want dan lig je namelijk binnen een jaar eruit. Want dan ga je niet zo hard werken voor zo weinig geld. En, en zoveel extra uren erin steken. Dat, dat gaat niet. Dat werkt niet. Dus het enige wat ik hoef te doen in mijn coaching. Hè, als ik, als ik uh, uh, mensen. Ik word dan ingehuurd door school om, om mensen beter muziekonderwijs te laten geven. Het enige wat ik hoef te doen is uh, zorgen dat ik dat vonkje zie, tref. En daarop, uh, uh, daar dingen aan vastplakken. Dus ik kijk heel goed uh, naar wat, wie ik voor me heb. En We hebben een voorgesprek. En ik kijk heel goed, oké, okay, wat, wat, dat gaat niet over wat je kunt, het gaat over wat wil je. Wat vind jij tof? Wat vind je een leuk lief? Ja, maar, nee, maar ik wil geen muziek doen, want dat kan ik niet. Nee, nou dan help ik je over die drempel. Dat is goed. <laughs> Dat is onzin. Je, natuurlijk kan je muziek geven. Uiteraard. Ik probeer hier een beetje het advo ja, advocaat ja, ja, ja. van de duivel te spelen. Ja. Want ik zie, ik, 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 heb gewoon de studenten. gezien, ja. zie ik, die zijn er, die dat echt heel lastig vinden. Die ja. drempel. Maar ik heb ook wel de collega's in het werkveld gezien. Ik geef nu al een tijdje geen les op de basisschool, wat ik zelf. Ja, ik, oh. Oh. ja. Nou, ik zeg het wel eens thuis van, ik mis kinderen. En dan denk mijn vriendin gelijk... Help, moet ik nu... Nee, jij niet. Nee, ik mis gewoon dat lesgeven ja. aan die kinderen. Want die houden me ook scherp. Die Mag ik iets heel gemeens tegen je zeggen? Ja hoor. Ik vind dat je dat weer moet gaan doen. Ja, en ik vind, ik vind niet dat, dat jij aan andere mensen kan uitleggen... hoe muziekeducatie werkt als je het zelf niet doet. Ik vind dat ook. Ik ben het helemaal... Ik, en dit ik klinkt vind heel dit hard. Niet, nee, dit, dit klinkt niet hard. Want <laughs> ik ben het met je eens. Ja. Ik vind dat ook. Uh, ik vind dat je dat zeker een paar jaar kan. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Je zonder, kan wel even tieren. Ja. Maar het, 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 Absoluut. het bloed kruipt ook waar het niet gaan kan. En in mijn ja. geval. Ben ik echt aan het zoeken van waar zou ik dat weer, al dan niet, misschien op jaarbasis? Want ja, je hebt, ja. werkt ook vier dagen ja, op andere plekken. Precies. Maar dat is zeker waar. Ja, ja en, en ik, ik denk dat je die. Je, je, uh, het, het heeft twee redenen. Eén, je moet je eigen vuurtje brandend houden. Dus dat verlangen dat je nu voelt, dat is jouw, dat is jouw vlammetje. Ja, ik, jouw moet, ik moet weer op mijn bek gaan, dat is het vooral. Ik yes. moet gewoon weer tegen dingen aanlopen. Ik kan hier lopen preachen van deze werkvorm yep. is helemaal geweldig. Ja. Doe die in je klas. Zoals yes. ik hem zelf nooit heb gegeven. Yep. Dat kan niet. Ja, en, en uh, de ervaring waar je uit put is dat je zegt: als student terugkomt, zegt nou bij mij werkte die niet. Dan kan jij met tien, meteen tien vragen stellen. Oké, okay, was dat hierom? Was dat daarom? Was het vrijdagmiddag? Weet je wel, was het mm. dit? Was het dat? Uh, en. Wat ik vind is dat je. Um, het, dus het helpt om, om dat vonkje te vinden. En uh, je moet weten waar kinderen zijn. En die gaan heel hard nu. Hè? Met uh, zeg maar tussen mijn. Uh, uh, zeg maar dat ik het werkveld inging en nu. Dus, dat is misschien tien jaar geleden. Is er zo'n hoop veranderd. Dat is echt niet normaal. En het ja. lijkt wel alsof het exponentieel harder gaat met de ontwikkeling van kinderen. En als je dat een beetje bij wil houden. Ja, dan moet je af en toe met je. Nou, ja, ik noem het altijd met mijn poot in de klei staan. Dat is een gevleugelde uitspraak, Eerst. ook hier. Maar. Ja, <laughs> ja dat, het moet. Want je moet nou. weten: wat is de nieuwste straattaal? Waar, waar werken we mee? Uh, weet je wel, zelfs in Rode, waar ik woon, in de kop van Drenthe, spreken kinderen straattaal. Ja, dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Want straattaal komt uit Amsterdam of Rotterdam. Ja, of straattaal Itrecht. met Natte Zee. Ja. <laughs> <laughs> maar, maar nu spreken ze dat. In mijn dorp. Ja. Weet je wel, waar die, mensen, die kinderen zijn nog nooit in Amsterdam geweest. Het hoeft ook niet, want ze zien hun vloggers en ze zien hun dingetjes. En, en de daardoor, de drillrappers. Juist, en de, drill. En de drill rappers En daardoor spreken ze straat op. Als jij dan niet op de hoogte bent, hoe je uh, dan? Weet je wat nou ja, ja, nou, Ik zat erover na te denken. Ik heb, uh, ben hier begonnen in 2019. Ik heb dus het lesgegeven tot zomer 2019. Wat gebeurt daar drie kwart jaar later? En ja, heb ik dus nooit aan lesgegeven meer sindsdien, wel aan ja. studenten, maar ja. dat, dat, dat de grote COVID-bubbel die er overheen ja. hangt, dat heeft heel veel gedaan met onderwijs. Niet alleen in de digitale technieken, niet alleen een nieuwe werkvorm, een andere manieren van lesgeven, ja. maar ook een hele andere manier van perceptie van kinderen, Zeker. hoe ze in de wereld staan en dat soort dingen. En dan maakt het ook nog een keer uit of die kinderen vier waren of dat ze acht waren. Nou, Want wat dat denk je van de achterstand? Hele andere... ja, 100%. Kinderen kunnen niet meer samenwerken. Hoe kan dat nou ineens? Weet je wel, ik sta voor een groep zes die samenwerkt op het niveau van een groep vier. Hè? Oh, wacht even. Oh ja, we hebben twee jaar gemist. Ja, weet je wel? en ja. hetzelfde met pubers hier. Ik weet niet of mijn studenten luisteren. Ja. Heb ik heb dit de vorige podcast ook ja. gezegd. Maar oh, bepaalde fouten die je maakt als je 14, 15 bent... Yep. in omgang met yep. elkaar. Pest, yep. ruzie, weet ik veel. Weet je, dat, dat puber gedoe. Yep. Ja, als je daar niet doorheen bent gegaan, nou, dan ga je dat nu onherroepelijk nu doen. Ook al Zeker. denk je dat je 18 en volwassen bent. 100%. Ja, en dat en... is niet erg, want die fouten moet je maken, anders word je geen beter mens. Klopt. Maar ja, het, het, het moment in het leven is dan valt dan wel op. Heel erg, ja. Ja, en, het, en dat is ook een heel tragisch verhaal eigenlijk, hè. En de, de, uh, ja, we kunnen daar we kunnen daar één ding aan doen, en dat is uh, cultuureducatie toevoegen. Ja, dat is de oplossing voor ja. alles, toch? Zegt ja. Erik Scherder. Zegt ja. <laughs> nou, niet de oplossing voor alles, maar um, als we even kijken naar, naar Nederland nu, is het is vrij individualistisch, hè? Is vrij... Um, gepolariseerd. Gepolariseerd. En de politiek uh, drijft daar goed op mee. En dat is logisch, want een afspiegeling van het volk is een beetje kip en ei verhaal hè? Wil het mm -hmm. volk zo gepolariseerd zijn of dwingt de politiek ons daartoe? Nou ja, goed. Hoe dan ook. Uh, het, is het staat heel erg stevig tegenover elkaar. Um, we hebben een onderwijsminister die in, inzet op zaakvakken. Bravo, goed zo. Want inderdaad, we moeten die corona-achterstanden inlopen. Maar ik mis een beetje de incentive of, of de, de beweging om in te zetten op mentale gezondheid. En die mentale gezondheid zit hem voor mij in cultuureducatie. Je moet dat toevoegen, want cultuureducatie is een bril om naar de samenleving te kijken. Dus uh, de. de, de uh, ik moet een beetje een netjes voorbeeld verzinnen. De voetbalsupporter die een uh, aansteker het veld opgooit, die had wat meer cultuureducatie kunnen gebruiken. Uh, snap je? De, en, en ik wil niet. Uh, het is geen ivoren toren waar, we, uh, waar, we, waar ik vanaf wil uh, preken. Maar uh, cultuureducatie is in dat opzicht denk ik een oplossing voor heel veel dingen. Want als ik jou laat zien namelijk hoe andere mensen denken, hoe andere mensen, kijken, hoe andere mensen kijken, hoe andere mensen luisteren, wat voor muziek ze maken, wat voor kunst ze maken, hoe ze dansen, hoe ze bewegen, hoe ze met elkaar communiceren, dan krijg je automatisch een breder beeld en dan ben jij dus niet meer zwart-wit. Ja, we moeten meer kleur toevoegen aan onze eigen perceptie op de samenleving en ja. ja, de wereld. Dat klopt. Ja. Doe ze een beetje lief. <laughs> ja, en dat, en, nou, en dat kan je doen als je begrijpt hoe andere mensen bewegen, ja. hoe andere mensen werken. En cultuureducatie is daar per definitie het middel voor. Ja, per definitie. Het is vervelende. wij weten dit, want wij ja. zitten in die cultuureducatie. Ja. Alleen, ik ben dus heel benieuwd wat ik me afvraag. Zijn er mensen die dan in andere vormen van werk of educatie, of niet educatie misschien, of in de, die een bepaalde rol hebben in de samenwerking? Mm -hmm. Weet je wel, wat begrijp ik niet van hun? Want als ik weet wat ik niet van hun begrijp, dan kan ik misschien tot een raak wel komen waarom zij ons niet begrijpen. Ja, ja. Dus ik heb altijd de blik naar buiten van wat kan ik van iemand anders nou meenemen? Van iemand anders leren, zodat ik uiteindelijk dit van hun weer. Ja, maar dit is het resultaat. Dus het gaat niet over de uitkomst, het gaat over die blik. Het gaat over dat je mensen leert, kinderen laat zien. Kijk, als je met deze blik naar dingen kijkt. Hè, we, noemen de, we, we noemen het in onze methode wel. Um, Laten zien, verwonderen, verrijken. Um, en dat is wat je, wat je volgens mij moet doen. Dus je, het, het feit dat jij die blik hebt, wil zeggen: Oh, je, je bent cultureel onderlegd. Snap je? Je, je, bent, je? je bent een onderdeel van jouw cultuur en, en je, je bent nieuwsgierig naar andere culturen en zelfs naar subculturen. Dus je kijkt, hè, wat je, de vraag die je net stelde is: Hoe, hoe kan ik. Hoe kan ik jou beter begrijpen zodat ik zie wat ik, wat ik niet aan jou zie. Ja. Nou, dat per definitie, die vraag, dat is eigenlijk het eindstation van een groep acht. Ja, daar wil je komen. En als ik dat aflever aan het einde, dan gaat het mij niet over welk bereik je kan zingen. En dan gaat, nee. gaat me niet over of je noten kan lezen. En dan gaat me niet over of je een Rembrandt kan. Uh, of een van Gogh, of, een, weet je, of een, uh, een dans kan maken. Helemaal niet. Het gaat er over die vraag. Dat is dé dat is de vraag, denk ik. Dus wat kan ik... Hoe werk jij? Hoe zit jij in elkaar? Die nieuwsgierigheid. Als je dat weet af te leveren aan het eind van groep 8, Top. Fijn. Zeker. Geslaagd. Maar, geslaagd. Ja, lekker man. <laughs> top. Oké, okay, maar dan ge gechargeerd is eigenlijk meer muziek als middel... Maar heb ja. je dan ook in jouw educatie muziek als doel zitten? Want dan wil ik wel dat ze op een bepaalde manier stemontwikkeling hebben. Misschien, nou, ik zeg niet dat iedereen. De, nou, de voice is een slecht voorbeeld. Maar iedereen, zeg maar, moet, op hoog niveau moet kunnen zingen. Maar je kan mensen wel daarin ook helpen en ontwikkelen. Dus hoe zie, hoe zie jij dat dan? Oh ja? Nou, dat, dat is de vraag. Dat is de vraag, ja. Want waarom? Waarom moet jij goed kunnen zingen? staat om... in de kennisbasis. Ja, precies. Nou, dat, is, dat is een kulrede. Ja, Dat slaat nergens op. Mijn klassen kunnen uitstekend zingen. Maar dat komt omdat ik muziek gebruik inderdaad als middel. Dus ik gebruik liedjes om jou de wereld te laten zien. Om jou te laten zien, kijk, zo rijk is de wereld. En dat jij ondertussen goed leert zingen. Oh ja, dat is een masseltje. Maar ik wil het je ook wel laten zien door jou te laten schilderen. Ik ben niet zo schildertalent. Of ik wil het jou laten zien door jou te laten dansen. Of te laten. Het maakt niet zoveel uit. Een vlog te laten maken vind ik ook prima. Ja, dus cultuur, educatie, daarom is onze methode. Ik had gisteren nog met Willemijn over, uh, met wie ik samen de methode, mijn vrouw met wie ik samen de methode maak. Zij is ook vakdocent muziek. Um, uh, uh, Willemijn zei tegen mij, we zijn eigenlijk geen muziekmethode. Toen zei ik, nee, eigenlijk niet. Nee. Zo zijn we wel begonnen, maar we zijn eigenlijk gewoon een methode voor cultuureducatie. Want in onze, we, we bellen altijd iedereen die een proefperiode aanvraagt, die, die bellen we altijd. Om. En dan hebben we superleuke gesprekken met die mensen. Dus uh, gisteren hadden we een gesprek met iemand die zei, ja, wat ik zo geinig vind is dat... Uh, in boem een klep zitten, uh, uh, zijn we automatisch zijn we ineens aan het bewegen? Of we zien, we, we beschouwen ineens een schilderij. Of we, we luisteren naar die muziek. Of we, uh, uh, klassieke hmm. muziek heeft een heel grote uh, rol in onze. So ja, dat kan je ook niet loskoppelen. Je, je, net als in Afrika één woord is voor muziek en dans, vind ik dat wij één woord moeten hebben voor cultuur. Nou, Weet je, cultuur. Je, je kan niet muziek maken zonder. Andere vormen van cultuur te integreren. Zonder te weten waar het vandaan komt. Zonder te weten. Snap je? En die drang is zo groot dat je. Nou ja, goed. Ja. De vraag waarom ik hem stel, natuurlijk, ik, we hebben ook een aflevering over uh, twee uh, masters uh, die in Rotterdam en Den Haag zijn. Mm. Ik heb hem eentje over vocal leadership in schools yep. en Kodai, uh, de visie. Van, ja, die waarvan heb jij ook niet gedaan hè? Precies, ja. waar ik, ja. dan, en dat is de reden waarom ik deze vraag natuurlijk ja. stel. Want dan zitten we echt te kijken, hoe kunnen we muziek gebruiken om ook bepaalde patronen aan te leren? Dus ja. dit? dit is heel gechargeerd hè? Ja. Het is een, Brede ja, 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 visie ja, ja, ja. en iedereen. Ja, ik, ik wil niet zeggen. Beetje, ja. Vaak wordt het gezegd: ja, de Kodai-methode. Dat ja. is niet waar. Dat nee. bestaat niet. Er nee. bestaat geen Kodai-methode. Kodai is een visie. En ja. Het is maar hoe jij die uitdraagt... Ja. en daar iets mee doet. En daar zijn inderdaad tools voor. En dan kijk ik naar: hé, hey, maar hoe dit liedje kan ik gebruiken voor kleine terts. Dus ik zeg ja. maar wat. Heel, ja. heel detaïstisch kijk ik ja. ernaar. En vanuit die visie. Ja, dan had ik ook het gesprek met Jeroen Schipper. Van hoe helpen jouw liedjes nou daarin om mm. bepaalde muzikale dingen aan te leren? Hij zegt, ja, maar dat hoeft allemaal niet. Wat ik ook vind, dat is, is ook helemaal niet wat ik mm. daarin vind. Maar maak. Uh, een, het is ook helemaal niet dat een. Natuurlijk mm. kan een groep drie ook zoiets klappen. Mm. Hoeven ze dat te kunnen lezen van mm. mij? Nee, absoluut niet. Maar als je af en toe elementen in liedjes hebt zitten. Ja. waardoor je wel Juist. ook een. Stap kan pik maken het mee, naar zeg jij. pik het dan mee, het mee. en ja. dan heb je ook het stukje muziek als ja. doel. En natuurlijk vind ik het tof als aan het eind van groep zes, of zeven of wat dan ook, ja. op zijn eigen niveau dat je wel meer stem en gezang Zeker. kan ervaren. En dan, wil ik, en dan merk ik dat mijn vuurtje toch ja. echt ook heel erg brandt bij dat stukje ontwikkelen, ja. muziek als doel. Ja. En ik vind alles prima in muziek als middel, mm. maar muziek als doel, dat moet echt niet vergeten worden. Ja, 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 ja. daar zijn misschien een beetje van mening. Want ik, en dat is ik, prima. Dat mag, ja, zeker. En daar wordt het ook alleen maar beter van. Um, ja, het, mijn enige vraag is waarom. Waarom? Wat, wat heb je er aan om, om een kleine test? En waarom? En natuurlijk, ik heb. Ik wilde dat voorbeeld ook niet geven. Want iedereen zegt altijd, ja, de kleuterdreun. Nou, nou, nou. Nee, dat is niet wat. Al het vergelijken zegt, Ik ben je nu aan het, uh, aan het prikken natuurlijk. Maar het, 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 kijk, uh, zolang je een antwoord kan geven op de vraag waarom, is volgens mij heel veel verantwoord. Dus nee, oké, okay, laten we dan meerstemmig zingen. Waarom? Omdat Waarom? ik die kinderen die ervaring mee wil geven, omdat ja, dat, dat zo onder. mooi is. Ah, nee, houd toch op. Echt waar? Echt? Ja. Nee. Ja, oké, okay, dat mag. Ja. <laughs> Open blik, nee. hè? Altijd ja zeggen. Ja? Oké. Okay. Nou, ja. <laughs> nou, nee, ja ik oh, ben nu heel goed. benieuwd. Ik ben wel benieuwd van wa, wa, hoe, 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 hoe zie jij dat anders? Nee, Nou, um, ik, voor mij is dat een te flauwe reden. Want je gaat het namelijk nooit meer gebruiken. Wat, wat wil je daarmee? Wil je dat me, mensen naar naar, een, uh, naar, de, naar, de, naar de Matthäus gaan en zeggen... oh ja, wil je dat? Nee. Of uh, wat, wat is je, wat is je de ervaring van zelf? Weet je wel, samen iets doen. Ja, dan kan je net zo goed een basketbalwedstrijd uh, uitspelen... met je team, weet je wel. Dit is, nee, ik ben nu heel erg aan het prikken. Ik nee, dat moet je doen. Doe, doe, doe. Dat is leuk. <laughs> nou, en, en kijk wat... wat, ik, wat um, ik ga ook er iets bij zoeken. Ja, goed is, heel ja. goed, heel goed. Wat, wat ik... Um, uh, wat ik beter zou vinden, als je zegt: oké, okay, dit is mijn vuurtje, dit, hier ga ik op aan, misstemmig zingen, dit dan zou ik heel graag willen dat mijn groep 6 dat kan, dan zou ik dat eraan koppelen. Dan zou ik zeggen: jongens, ik heb een ervaring en die wil ik met jullie delen. En om dat met jullie te kunnen delen, moet ik je even misstemmig leren zingen. We doen een project van 10 weken en ik kom 10 weken bij jou achter elkaar op school en ik geef je huiswerk mee en ik doe dit en we doen dat. En we studeren samen een misstemmig stuk in. Maar ik ga je aan het begin vertellen, kijk. Dit is wat ik heb ervaren en ik wil dat jij jouw ervaring meet. En dan gebruik je weer muziek als middel. Maar dan, heet, dan krijgt het voor mij handjes en voetjes. Dan is het plaatsbaar in het onderwijs. Dus meer stemmig zingen omdat jij die ervaring wil meegeven. Ja, uh, ja ik wil ook wel eens een ervaring meegeven. Maar dit, het gaat toch om de ontwikkeling van het kind. Het gaat over dat jij dit kan het aantonen. Het is toch een deel van brede ontwikkeling? Echt waar, ja. Je wilt ja, ja. toch niet polariseren? Je wilt toch dat mensen dat ook kunnen waarderen van elkaar? En dat je daarin kan ontdekken van wat jij mooi vindt en wat jij niet mooi vindt. Aan het einde van de basisschool mag jij, moet jij, vind ik, vind jij, weet ik niet, staat, in, staat weer ergens geschreven. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het staat geschreven. <laughs> nee, uh, 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 het is basisschool. In de basisschool ja. krijg je de basis, mee. juist. Dat. En ja. dat, dat hoort, vind ik, bij de basis van mens zijn. Ja. Dus om, wij zijn muzikale dieren. Je kan geen kat of hond of paard kan je vragen om te zingen of iets te ervaren. Yes. Want dat stukje in het brein hebben wij niet. Ja. Dat maakt ons mens. En waarom dan niet dan dat op een bepaald niveau met elkaar te kunnen doen? Hmm. Want dan kom je ook nader tot elkaar. Je komt in, het is ook iets voor de samenleving. En ik weet dat je, wat je nu gaat zeggen, want dat is ook muziek als middel. Zeker, <laughs> zeker. Ja. Maar dan nou, nog steeds f... het, het, kunnen, het, het iets meer kunnen dan de vorige keer dat is ook een gevoel van competentie. Ja. dus dat je wel dit konden we eerst echt nog helemaal ja, niet en dus je maakt het proces meetbaar wel. ja schitterend ja heel mooi dus ook daarom als middel. vind ik ook dan dat je dat kan doen ja en ik vind dat we af moeten van de hele discussie muziek als middel of als doel hebben ik weet niet <laughs> hoe jij bent opgeleid maar bij <laughs> dit was ons mijn bachelor ja, onderwerp ja, dus ja. <laughs> bij ons bestond muziek als middel mocht absoluut niet nee absoluut oh, dat niet is zo. Nee, zeker niet ik moest ja, als doel en, uh, en de, daarbij ging dus heel veel vragen stellen net als ik nu doe en, en als je die vragen stelt, kom je erachter dat het niet één van twee is. Het is niet zwart-wit. Het is altijd een middel en altijd een doel. Muziek. En, en uh, er zit zoveel bijopbrengst in. Dus als je het gebruikt als doel, heb je honderdduizend bijopbrengsten in het middel. En als je het gebruikt als middel, heb je honderdduizend bijopbrengsten die dienen als doel. En dat is, weet je, zo is muziekeducatie. Ja, het is niet zwart-wit. Het is niet een middel of een doel. Het is altijd allebei. Ja. Ja. Ha. mooi hè? ja zeker ik vind, ik, neem het stof, ik vind ook ik, ik schud een paar keer net met mijn hoofd nee en moet ik niet doen heb ik dit is een podcast ik ja. moet mij horen nee zeg maar ja. nee, natuurlijk is muziek altijd middel en natuurlijk is muziek altijd doel Daar ben je, zit je altijd te... zo streng voor jezelf voor mezelf zeker. Ik verwacht altijd meer van mezelf. Echt ja, ja dat is niet goed voor mij, maar het is wel. Uh... En heb, heb je dat al had je dat al voordat je docent werd? Of, of... nee, dat is ge echt gegroeid met mate meer studeerde en meer voor de klas stond. Hoe meer, hoe, hoe toffer ik het vind, hoe meer dingen ik zag, hoe meer ik dan ook dacht van ja, maar nee, ik, ik wil hier dan ook boven staan. En dat vertaalt zich als je dan nu hier opleidingsdocent bent en je bent ook met andere studievaardigheden mm -hmm. bezig. Ik wil ergens boven staan. Als oh, ik ja. niet boven sta, hoe kan ik het dan? Aan jou leren en ja. overdragen. Nee, oh als ik er niet, als ik er gelijk sta op gelijke voet met studenten, is ook prachtig. Heb je ook goede gesprekken. Maar, en dan moet ik ook niet voor dezelfde gek houden. Je hebt van mij altijd wat te leren. Hè? Mm -hmm. Dus als ik dat doe, dan maak ik mezelf ook groter dan ik ben. Mm -hmm. En dat moet je niet doen, want mm -hmm. iedereen is vervangbaar. Mm -hmm. <laughs> <Dat> vind ik. <laughs> Ja, ik ben benieuwd waar dit gaat eindigen. Ja, ik eigenlijk ook niet. Echt... Nou, waarom ik het vraag is, omdat jij, jij zei voordat we de opnameknop indrukten, alleen één keer inderdaad, mm -hmm. oh, ik moet erop letten dat ik niet... Uh, en als dat een cue is voor jezelf, hè, de, je zei, mm -hmm. oh, ik ben uh, een aan het communiceren en dan mm -hmm. moet ik opletten letten dat ik dat niet te veel doe in een podcast. Maar dit, het is een beetje waar met mij triggert, is omdat het een beetje docent-eigen is. Dus wij worden heel erg getraind op metaniveau te kijken. Hè? Dus ja. altijd als jij voor de klas staat, dan ben je op nou zeker twee, maar minimaal, eh, minimaal twee, maar zeker drie niveaus ben je aan de slag. Hè? Dus je bent bezig met je eigen handelen, je bent bezig met hoe sta ik erbij, je bent bezig met wat voor, is mijn effect op kinderen. Uh, de, op die niveaus. En dan hebben we het nog niet eens over de gitaar die je in je handen hebt. En niet eens over het liedje wat je aan het zingen bent. Nee. Dus je, je traint jezelf erop om he, op heel veel niveaus naar jezelf te kijken. En soms slaat dat om. Naar, uh, en daarom vroeg ik het aan je. Ben je altijd zo streng voor jezelf? Zo, soms zie ik dat wel eens in docenten bij docenten die ik coach. Naar een soort van, um, nou, ik wil niet zeggen onzekerheid. Maar een, een kritisch niveau. Kritisch zijn op jezelf. Wat, wat, niet meer, uh, wat geen doel meer dient dat ik denk, hè, maar waarom, waarom, ben je zo, waarom zou je dat doen? Want het, dan gaat het een soort van tegen je werken... en dan, dat, dat is zonde. Dus als jij uh, oké okay bent met jezelf... dus ook met je flaws... Hè, je, je, je schudt uh, tijdens een podcast, ja, prima. Het is dus niet dat iemand van de luisteraars nu naar jou gaat bellen... en zegt, nou, ik hoorde even niks. Was je hier aan het schudden <laughs> of niet? Je, toch? Nee, <laughs> en grappig, het nee. is niet dat jouw kwaliteit van jouw podcast daarbij inlevert. Het is alleen wel jouw niveau van denken... en Weet je, zoals dat voor de klas is, maar dat kan dus ook een soort van. Tenminste, je, dat heb ik gemerkt. Dat het een soort zie je van, dat de, meer bij muziekdocenten ja, dan bij andere docenten? Ja, man, ja, zeker wel. Ja, ja absoluut. Wel. En dat komt omdat, um, denk ik, omdat wij heel erg uh, getraind worden, ten eerste in onze opleiding, op kritisch zijn op jezelf, altijd. Zeker dus op al, Juist. Dat is nooit. Oh goed genoeg. man, 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 Nou, <laughs> ja. ja. kort verhaal. Heel, heel kort, je mag mm, verder. Mm. Ik haalde mijn laatste punten van mijn proppen duizend niet. Want ja, het was een zesje. Dus ik geef je een vijf. Ja. Want je kan zeven. Dat. dat oh. Precies dat. Oh. Ja. Dus daar worden we heel erg in getraind. En. Um... En dat nemen we mee ons werkveld in. En we zijn altijd klassica aan het lesgeven. Dat moet je ook niet vergeten. We geven wel eens een groepsopdracht, tuurlijk. Maar ik heb, uh, uh, weet je wel, de dagen die ik voor de klas sta, is zeker 80% gewoon klassikaal lesgeven. Directief. En je, ja, nou, niet per se directief. Maar uh, je bent altijd met die groep bezig. Dus je bent altijd bezig met wat is mijn effect op een groep. Weet je wel, dat. Mm. Ja, je staat altijd aan. Je staat altijd open. Nou ja, dat ge, gepaard met. Vijf jaar, of in mijn geval uh, zeven jaar lang, tegen je gezegd hebben: doe jij het wel goed genoeg? Denk je wel daaraan? Ik kan dit niet beter? Verbeter dit nog even. Denk je, denk je wel daaraan? Ja. Dat gepaard met altijd openstaan resulteert in ontzettend hoog niveau van jezelf eisen in kritisch zijn. Nou, en... daar herkende ik mezelf wel in, hoor. Nou, ja. Dat is zeker waar. Ja, ik ook heel erg. Ja. En daarom was het was voor mij hier in het begin daarom ook heel lastig voor de niet muzikale vakken, want ik ging hetzelfde van mijn eisen als wat ik van, oh, ja. van ja, ja, ja. ik wilde ja, ja. dezelfde kwaliteit als dan ik ja. een muziekles geef, waarvan ik vind dat dat best oké okay is. Mm. Nee, nee, nee ik moet ook weer strengen. Weet je, nee, 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 ik ben, ik kan best goed muziekles ja, is, geven, ja. maar ja, dan wil je ook best goed kunnen nakijken uh, yes. kunnen andere dingen kunnen doen en ja. zo. Dus ja. Dat, uh... ja, ik heb het heel geen uh, leren van nieuwe vaardigheden. Dus uh, voor Boom Clap, uh, al, al ver voordat Boom Clap begon, uh, heb ik mezelf leren vloggen. Hmm. Omdat ik het interessant vond, omdat ik dacht, hé, hey, dat moet je wel kunnen. Ja. Dus ging ik allemaal vlogs van uh, Amerikaanse vlogs kijken, dat ging dan nabouwen. Dus ik weet alles van camera's, ik weet alles van editprogramma's, ik, ik kan echt wel, ik kan echt daarin mee, zeg maar. Ja. Maar dat, dat is de druk die ik ja. mezelf dan opleg. Als ik dan iets, uh, bijvoorbeeld ja, maar... een website bouwen. Oh ja, dat kan wel. Even een website bouwen. En je hebt van die website generators. Jawel, maar je moet wel weten hoe het echt werkt. Dus ik heb een hele website in HTML gebouwd Goh. en mezelf aangeleerd. Waarom ja. Arme, jij? Ja, maar ja, dat moet wel van mezelf, want anders hè, is het niet goed genoeg. Anders nou, Ik haal er wel mijn inspiratie uit. Ik ben, ik ben begonnen met de, of, of, de podcast kwam later. Ik ben begonnen met de ukulele filmpjes. Oh, ja, 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 ja Ik manier. zag ze, ja, cool. En die, uh, dat is gewoon puur corona. Als je, als je ja. gaat kijken, er staan drie filmpjes op van 2015. Mm -hmm. uh, en daarna, de eerste filmpje is 16 maart 2020. Dus ja. je weet precies wanneer dat. Ja, ja, ja. ja. In, welk, in, welk, in welk tijd ze beeld dat ontstaan ja. is. Maar wat je ook ziet en wat ik vooral zie en ik denk de, niemand ziet dat, maar ik zie dat in elk filmpje is iets nieuws. Ja. Of ja, een nieuwe techniek <laughs> ja. met editen of een nieuw <laughs> effect ja. of een nieuw opeens een green screen yes. en dan gewoon ja. omdat het kan, yes. weet je wel. Om en dan is dat daar zit inderdaad drie uur, vier uur aan YouTube filmpjes bij yep. uitproberen yep, yep, en vervolgens yep, yep. hoe ga ik dit dan weer toepassen? Ja. En dat da 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 die drive zit er wel in. En dat is ook de reden waarom die podcast kwam. Met dus die intrinsieke nieuwsgierigheid van nieuwe dingen leren. Precies. Ik moet nieuwe dingen ja. leren. Ik kan niet s'avonds op de bank, kan ik wel. Maar ik, kan, ik ga veel beter op een, goed op een, op een documentaire dan op ja, een juist. ander programma. Ik juist. moet leren. Juist. Ik moet kennis. Ja, en ik, ik um, hoop ook dat ik uh, niemand voor uh, het hoofd stoot. Maar ik denk dat dat ook moet als docent. Dus je, je moet je eigen drang naar nieuwsgierigheid, moet je ook blijven voeden. En die nieuwsgierigheid moet je blijven prikkelen. Dus je moet af en toe denken. Oh nee, hoe doet hij dit nou? Nou, dat ga ik eens even uitzoeken. Als je die niet hebt, als je die nieuwsgierige blik niet ja. hebt. Hoe ga je dan jouw kinderen die nieuwsgierige blik leren? Snap je? Dus ja. als je dat zelf, die verwondering of die verbazing. Of, en daarom vind ik het zo fijn om met kinderen te werken. Oh man. Ik vind dat zo te gek. Want die kunnen Ja. En gewoon het doen. Oh. Ja. En uh, uh, vandaag had ik een uh, meisje in de klas. En ik zei, uh, oh, we schelen maar 100 kilo, zei ik tegen het <laughs> meisje. zei, nou meester, dat kan je echt niet zeggen over jezelf. Ik zeg, wat dan? En uh, mensen die nu meekijken, die, die zien dat. Hè? Ik ben 115 kilo uh, muziekdocent, zeg maar. Ja, ik kon er lekker 115 kilo muziekdocent binnen. Um, en die, uh, de mensen, de, 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 de kinderen vinden dat hè, prima. En, maar als ik het erover heb, dan zeggen ze heel snel wat ze aangeleerd hebben, namelijk: uh, oh, je, je kan niet van jezelf zeggen dat je dik bent, hoor. Nee, je moet uh, body positive, weet je wel? Nou, dat ja, was een bovenbouw, namens nou, groep 6. En uh, ik zei: ja, maar ik ben er oké okay mee. Lieve schat, ik ben, ik, het is voor mij prima, weet je. En dat levert een heel mooi gesprek op. Dat is en, ook body positivity. Ja, zeker, zeker. Dus ik ben heel body positief, wat dat betreft. 115 kilo aan body positivity. 115 kilo positiviteit. Maar nee, um, 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 wat ik wil zeggen is dat dat, dat soort dingen raken mij altijd raken. Dus dat soort zienswijze van kinderen, als je eventjes door die bril mag kijken en je denkt, waarom, waarom zegt zo'n meisje dat tegen me? Het is heel lief dat ze dat tegen mij zegt. Want ze wil mij eigenlijk een soort van aanmoedigen van, nou, wees Compliment. blij met jezelf. Dat, ja. Je bent helemaal niet dik. Zei, nou, maar, ja, maar dat kan jij niet zeggen. Je kan niet zeggen dat ik niet dik ben. Tuurlijk ben ik dik. Ik ben er alleen oké okay mee, weet je wel. Ja, maar je bent niet zo dik, zei ze toen, weet je wel. Je bent niet uh, zo enorm. enorm dik. Ik zeg, nee, dat is waar. Ja. Nou ja. En daar ontstaan een grappig gesprek uit. En, en dit is maar één voorbeeld. Maar per dag maak je natuurlijk... Als je acht klassen ziet, eh, acht ja. keer dertig 240 kinderen. En dan vier dagen in de week. Ja, en dan vier vierde. Nou, daar ben ik wel een beetje van afgestapt. Nou, want dat is echt wel... Ik loop tegen de 40. Dit heeft echt, jongen, dit is... Uh, oh. Ja, maar je ziet, je zag... Ik weet niet, ik heb dat ook, die moment dat je gewoon duizend kinderen ja, in de week ja, gewoon maar. Ja, dat ziet. hebben we jarenlang gedaan. We is dan uh, Willemijn ook en ik ook. En dat is uh, fantastisch, maar dat, dat uh, heeft wel zijn tol. Dus nu zijn we echt alleen nog uh, aan het testen. Dus lessen aan het testen die we opnemen voor de methode. En hm. dat doen we onder het mom van vakdecentschap. Dus die kinderen krijgen een fantastische muziekles. En wij kunnen ons materiaal testen, Precies. liedjes testen, werkvormen testen. En die omzetten naar uh, digitaal en dan uh, ja. nemen ze op. Ja. Is dat, uh, dan, uh, ik ben wel benieuwd wat daar de, de, de keuze van is geweest. Want uh, uh, het zijn de, ik heb heel kort even in de methode mogen, yeah. mogen neuzen. En, yeah. en, en, en het waren de lessen die zijn dan, dan ongeveer een half uur, denk ja, ik. Half dan uur, uur, ja, een half uurtje. Ja. Ja. Maar het zijn toch helemaal jullie die die les geven dan ja. op het digitale. Ja. En niet de leerkracht als, klin ja. als klinkend voorbeeld in de klas. Ja. Terwijl ik met mijn filmpjes heb toen in... De coronatijd heel bewust keuze gemaakt. Nee, ik maak juist de instructiefilmpjes uh -huh. voor de docenten, zodat ja. die ermee de klas in kunnen. Ja. Ik ben benieuwd wat, wa waarom jullie die keuze Hier hebben gemaakt voor de groepsleerkracht? Precies, want dan is het toch eigenlijk ja, infotainment? Oh ja. Ik moet jou ook prikkelen, toch? Ja, heel goed. Ja, nee, ik uh, denk dat. Uh, in, wij hebben heel veel in CMK2 heel veel docenten mogen coachen. Uh -huh. En wat we merken is dat de, de drempel om muziekles te geven. die is het grootste aan het begin van de les. Dus uh, als jij daar staat met je gitaartje. en je zegt: goedemorgen, en dan. Die drempel, daar komen ze nauwelijks overheen. En wat het resultaat daarvan is. is dat, je, uh, is dat ze het niet doen. En dat is zonde. Dus we moeten manieren vinden om ons het wel te laten doen. Nou, die hebben we bij Boem Clap gevonden. Um, we zeggen: oké, okay, jij laat ons doen waar wij goed in zijn. Namelijk het geven van muziekles. Maar jij hebt ook een rol. Jij moet zorgen dat jouw klas betrokken is in onze les. En dat doe je door klassenmanagement te doen. En uh, we zeggen: oké, okay, dan. Uh, dus als jij uh, een abonnement neemt op Boom Clap, dan, uh, dan krijg je ons te spreken. En dan zeggen wij: wees positief, weet je wel. We geven je alle cues. Die jij zou kunnen geven aan jouw klas om ze mee te laten doen. Alleen je hoeft het niet zelf te doen. Nou, natuurlijk zit daar een tussenstap in. Dus we krijgen heel vaak de vraag, inderdaad: Oké, okay, ik ben wel iets beter dan dit in het geven van muziekles. Ik kan wel wat. Weet je wel, ik kan wel iets van muziekles geven. Ik wil liever niet zelf zingen, maar ik wil wel zelf de les geven. Nou, oké, okay, prima. We hebben een heel, heel grappig contact met onze, met onze abonnees. En, en ook met niet-abonnees trouwens. We hebben een mailinglijst waar duizend mensen op staan. Die stuur ik wekelijks een mail. Oh, joh. Ja, dit is echt fantastisch. Dit is echt heel cool. <laughs> een daily mail. En, 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 en noem ik het, maar het is één of twee keer per week. En het, het idee of het doel is um, om uh, mensen muziekles te laten geven. Mm. Dus als je elke week van mij een mailtje krijgt... dan uh, weet je, oh ja, dit is Martijn, dit is me... Ik wil niet zeggen mijn vriend, maar mijn, dit, dit dat is die gast inderdaad. Die gast en die muziek. heeft altijd een grappig vrouw. Dus afgelopen week stuurde ik een mailtje. Ik heb een kleine opdracht voor je in de, in de onderwerpbalk. En de opdracht was dan: uh, ga eens met je met een uh, ga ze uh, op zoek naar een uh, kaartje. Voor een festival. Ik heb net Noordse jazzkaarten besteld. Mm. Ga jij naar nou huis op zoek. En dat mag van alles zijn. Hè? Mag gratis zijn. Mag een festival zijn. Klein concertje. Cabaret. En nodig even die vriend of vriendin uit. Of zeg tegen je partner. Hé, hey, ik heb dit geboekt. Dat is jouw opdracht van deze week. Het heeft niks te maken met muziekles. Maar het heeft alles te maken Vindt met. het bredere cultuurperspectief. Nee, dat nou zo, ook wat niet wat Maar ik, dat... hoor ik er wel een beetje nou, in. Maar... Ja, ja, precies dat. Maar, ook, maar vooral dat ik je wil inspireren om zelf geïnspireerd te blijven. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is namelijk een reden waarom jij die muziekles gaat geven. Dus jij gaat een liedje uit die voorstelling. Dat raakt jou zo echt. Dat dus je zegt tegen je kinderen: Nou, ik dit nou is heb bizar. Gehoord. Ja, moet je eens horen, man. En dan ben je een muziekles aan het geven. Hoe cool is dat, weet je wel? Ja. Um, we krijgen dus heel veel. Dit is een, een heel uitgebreid antwoord op je vraag. We krijgen dus heel veel <laughs> vragen. En we hebben dus heel goed contact met mensen. Echt live gewoon. Of we bellen of we mailen heel veel. Uh, en die zeggen, ja, maar luister, ik, kan, ik wil die muziekles wel zelf geven. Zeggen, oké, okay, nou dan gaan we dat ontwikkelen. Prima, gaan we doen. Ons jaar zit er bijna op. Wij hebben nog vijf opnamedagen te gaan. Dan hebben we 180 lessen online staan. Daarna gaan we meteen de volgende dag beginnen met het ontwikkelen van een versie 2 van onze methode. En dat wordt heel vet. Uh, die zijn we nu aan het testen. Het wordt een soort slideshow, uh, waarin je ons het werk laat doen, maar jij geeft de les. Dus jij mag de feedback geven en het is een soort interactief. Dus uh, je ziet knoppen: ging goed, ging niet goed. En dan klik je gewoon: ging niet goed. Heb je hier aan gedacht? Heb je dit aan gedacht? En omdat wij die lessen testen, weten we heel goed wat Waar er misgaat. Gaat. Juist. Dus we kunnen en dat is al in, in deze lessen is dat altijd fantastisch. Ik heb wel eens een les achterin gezeten dat, dat ik mijzelf zag op het scherm. En zei tegen de klas: Oké, okay, dat heb je goed gedaan. Maar waarschijnlijk ging het niet helemaal goed bij die noot. Of bij dat woord, zeg maar. Ja, ja, omdat dat heel hoog was. En de klas dacht: Nou, nah, dat kan niet waar zijn. Hoe kan hij dit nou horen? Weet je, dan, ja. We spelen heel erg op dat grensvlak. Nou, als je dat doortrekt. Dat is iets wat we aan corona hebben overgehouden. Ja. Door dat honderdduizend keer te testen. Als je dat doortrekt, kan ik dus een vorm maken. waarin ik jou voor een bord zet. waarin jij de les geeft. alleen ons het werk laat doen. En dat wordt altijd duizend keer beter ja. dan dat jij het doet. Want wat is het voor onzin dat wij uh, de, de, de docenten die zo hard moeten werken voor alle vakken. En dit is jouw vak, <laughs> <laughs> wat ik hier nu sta af te. Um, dat we die ook nog even vragen om wat wij doen ook te doen. Dat kan niet. En ik hoop ook dat je dat niet in je opleiding probeert jou op te leiden. Dat jij kopietjes van jouzelf probeert te maken. Nee. Dat zou dat. Nee, maar we kan zijn wel een. Nee, we hebben natuurlijk, je hebt natuurlijk studenten, maar je hebt ook vakspecialisten. Maar, ja. maar we zijn ook bewust van dat je docenten muziek hebt, zoals hmm. jij en ik. Ja. En dan ja, ja, wil ik mezelf dan nog. Ik zeg altijd vier niveaus. Ook nog degene met de master, omdat ze een bepaalde verdieping hebben ergens <macht> hebben gezorgd. Ja. Maar. Dat ben jij dan. Dat ben ik dan. Ja, ja precies. <laughs> dus ga ik verwachten van dan als ik mezelf opeen zet, ga Juist. ik dan van. Vind, dit klinkt heel lullig, maar het, ga ik nee. verwachten van nee. een, nee. een generatie. Dus ga ik dan van verwachten? Wat ik doe. Nee, natuurlijk. Dat nee. kan ik helemaal niet nee. verwachten. Maar ik hoop wel dat ze de baas. Ik hoop wel zo dat ze de basis wel mee hebben. En als, je dan, uh, en als jij dat kan met een ukulele in de klas. Zeker, ja, dat is toch cool. Ja, oefen zeker. Een vaardigheid En als je hem daarna altijd denkt van oké, okay, ik heb dit moeten doen, ik ga hem in de klas. Uh, de, prima, maar er zijn toch aardig wat studenten die, die ik heb gezien, die nooit iets met muziek hebben gedaan, die hmm. de dingen en die, die zeggen nu, die hebben hem dan een jaar, tweede jaar weer in de kast gezet in ja. het derde jaar, ik heb hem een paar keer weer meegenomen. Ja, want vet, dat is toch? Heel, denk ik, ja, dat ja, is cool, dat is wat ja, ik wil. Maar ook die student die echt, echt, echt helemaal vastzit in, 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 in hem of haarzelf. Ja. Die, die, die waarmee je de les moet geven, of het nou 1, 2, 3 zing is, ja. of, een, of, of, of jullie methode, ja. of welke dan ook, om dat in te zetten voor de klas. Maar als die kinderen maar zingen, ja, als die kinderen teerlijk. maar met muziek bezig zijn, teerlijk. daar maar gaat dat, het om. En maar dat begint, dat wel, bij al, docenten, hoor. Dat dat begint wel bij de docenten. Dat ja. begint bij de docenten, maar dat is altijd wat ik zeg tegen mijn studenten: is, ik, je doet het niet voor jezelf. Klopt. Je doet het voor die kinderen. Zeker. En als je dat meeneemt. En mag ik nog één ding uh, daaraan toevoegen? Dus misschien, misschien zeg jij dit al lang. Hoor, nou, misschien ga ik het vanaf vandaag zeggen. Nou, het grootste ding in, in, in mijn coaching: het, grootste, het allergrootste leermoment. wat altijd voorbij komt. in een cyclus van, zeg, tien coachingsdingen. Uh, is: um, muziek is, is een fantastisch middel om te laten zien wat je niet kan. En, en als docent kijken kinderen heel erg naar jou op, hè? als groepsleerkracht. Jij bent alles. Jij bent de alwetende. Jij weet, jij kan alles en je weet alles. En dat wat je niet weet, weet je te vinden. Um, dus jij bent een soort van, je staat op een standbeeld, daar kunnen kinderen niet bij. En dat is maar goed ook, want dat is het zo fijn aan. Maar als ik jou nu voor een klas zet met een ukulele... en jij zegt: Oh jee, ik weet Ga niet wat ik moet doen. Ik, ik jongens. Jullie kunnen dit liedje wel zingen, maar ik kan hem niet zo snel ukulelelen. Ukulelelen. Ja? Dus uh, mag het wat langzamer, want ik moet dit nog leren. Hoe belangrijk is dat moment? Dat Heel vind belangrijk. ik zo vet altijd in die coaching. Dat ik zeg, waar komt het idee vandaan? Ik snap die, het antwoord op die vraag wel. Dat jij alles moet kunnen van jezelf. Dat hoeft helemaal niet. Jij mag best aan kinderen laten zien, ik vind dit spannend. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik kan dit niet. Dat is honderd keer meer waard dan dat jij daar gaat zitten en zegt: Oké okay jongens, nou dan gaan we eens even dit liedje. Slaat nergens op. Dat is de quote van aflevering 1. Durf je eigen kwetsbaarheden in de Tuurlijk. etalage te zetten. Altijd. En om kinderen te leren, zie, je hoeft dus niet perfect te zijn. Zie, de juf of meester leert ook nog elke dag. Zo belangrijk. Ja, dan... zo belangrijk op een hoger niveau, uitgezoomd niveau, leer je die kinderen dat je altijd het, het eeuwig leren, een eeuwig leven. Ja, halen. tuurlijk, tuurlijk. Zit in die, ja, even dat de, 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 ik ga weer. Je had mij een, een paar afkortingen gestuurd en ik heb hem, <laughs> ben hem weer soort van kwijt. Ja, je welke zoekje? Nou, je begon net over de Daily Mail. Ja. waar je dus meerdere dingetjes in zet. Ja. Korte inspiratiedingen, ja. waarvan je zegt, doe dit of doe dat. Mm -hmm. is dat zit daar de, de, het, uh, het vrijdag uh, ja, vrijdagmuziek moment? Ja, vrijdagmiddagmuziektip. Zit daar tip, ook ja. in of is dat ja, hier een zeker. apart iets? Nee. Ik vind dat wel heel interessant om te horen wat daar voor tips in zitten. Oh ja, oh, ben oh, Ik ben gewoon benieuwd, dit is ja. gewoon echt mijn nieuwsgierigheid. Uh, ja, <laughs> dat is uh, ooit ontstaan omdat ik dacht, uh, oh, ik vind het leuk om mezelf een website te leren bouwen. En nou, eigenlijk was het ontstaan met Twitter. Om Twitter een beetje uit te zoeken en iedereen van mijn omgeving zat op Twitter. En toen ging ik gewoon random zo tips maken. En toen dacht ik: Oh, dat is leuk. Vrijdagmiddag was een goed moment, want dan reed ik altijd naar huis mm. en dan uh, zat ik altijd liedjes te luisteren. Nou, dan kwam daar een vrijdagmiddag muziektip. Gewoon een tip om lekker je weekend in te gaan. Weet je wel, nu was het de uh, laatste, was Kelvin uh, Harris en uh, Ellie Golding. Mm. Heel vet nummer, uh, maar uh, Toto komt voorbij. Maar Schubert komt voorbij, maar uh, het schiet echt alle kanten op. Dus uh, het is maar net waar ik zin in heb. Of een liedje waarvan ik denk: Hey, dat is cool. Daar kunnen we wat mee. En toen werd het dus vrijdagmiddag muziektip, uh, nou ik denk 2010 dat we het over hebben of zo. Toen uh, werd het een ding op Twitter. En vooral als ik een keer niet poste, gingen mensen mij uh, vragen: Van hey, uh, waar blijft die? Weet je wel? Oh, en maar, maar ondertussen had ik nul. Of zo. dus ik kon niet meten of mensen dat ook echt bij gingen houden, nu even zoeken. Ja, dat snap je. Ja, je live kijken naar de... staat, staat nergens op, denk ik. Nee, nou doe je ik... het niet meer? Ja, jawel. Ik ben, ik ben een hele tijd uh, geleden mee gestopt omdat ik, omdat het werd te groot. Weet je wel, er werd een kolom op de radio en ik was gewoon een halve middag per week. Ik, Met je daarbij wat, ja, was ik eraan kwijt en dacht ik, ja, pff, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon posten als ik uh, zin heb. Maar nu, die daily mail, doe ik nu vanaf uh, januari om Fanbase op te bouwen en die is heel erg meetbaar, en dat vind ik sowieso een ding. Uh, we kunnen technologisch zoveel nu, en uh, um, dus als we bijvoorbeeld hebben over uh, hoe motiveer ik uh, iedereen om muziekles te geven, nou, die daily mail staat een heel mooi middel voor waarom ik stuur die aan duizend mensen, 40% opent hem, wat belachelijk hoge openingsrate is. Ik heb heel lang iets in marketing gedaan en uh, dus ik, ik snap een beetje hoe dat werkt. Um, engagement. Of engagement, of in de, juist, precies, precies hetzelfde uh, verhaal. Wat nou als ik mijn uh, ding zo kan inzetten om jou te motiveren om muziekles te geven? Ik denk namelijk dat ik stiekem, uh, dat dat mijn missie is, dat ik daarom uh, besta. Om, om mensen te, te, te inspireren, om te motiveren om muziekles te geven, niet alleen muziekles, maar cultuureducatie, om dat uh, groot te maken, om dat tof te maken. Nou en, dan, en et, dan is Daily Mail één van die dingen. En daarin stop ik dan die vrijdagmiddag muziektip. Ja. dus uh, ja, nou ja, bij deze Ellie Golding. en. Uh, ik, wil dat, ik, deze, ik dacht, we waren nu voor het einde van deze podcast. Nee, ik een... heb er nog wel één voor je. Nou, dan mag je die op ja, het ja, einde. Dus ja. dan is dat onze onze, onze, ja. onze uh, homeroom, die slaan we daarbij. Ja, is goed. Um, waar ik ook nog heel erg op aanging, is waar ik toevallig. Uh, 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 ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt, maar op het moment van uh, dat wij nu spreken, kwam er opeens. Uh, ik gebruik niet heel veel. Dus de app Snapchat. <tijds> Maar die heb ik wel. En opeens kwam werd daar een AI-bot in mij gepusht. En ja. dan kan ik nu opeens op, op de weg naar huis chatten over allerlei dingen en yep. Uh, yep. dat soort dingen. Mm -hmm. Maar AI in, het, uh, in het, als we het toch over digitalisering wow. hebben met jullie digitale methode. Goh, yep. wat, wat is de plek voor chat GPT of andere manieren <laughs> in het onderwijs? Dus well ik leuk. heb er ja. over nagedacht. Mm -hmm. Vooral op, als op hogeschoolniveau, namelijk, over hoe gaan mensen nou al die dingen schrijven yep. die wij moeten controleren. Yep. Maar aan de andere kant, mogelijkheden. Mm -hmm. Heel veel. Heel veel mogelijkheden. 100. Maar ik heb dus voor het muziekonderwijs ben ik nog niet de, die rabbit hole ingedoken nee. van wat zou ik hier allemaal mee kunnen. Ja, ik wil wel al, mee, al een beetje natuurlijk, uiteraard. Ja. Uh, wij gebruiken nu vooral AI om plaatjes te maken, om albumcovers mm. uh, voor liedjes te maken. Uh, Mid Journey en uh, Delhi gebruiken we heel veel. Um, en dat werkt zo zo fantastisch. Nou ja, dan is de link naar muziek natuurlijk heel snel gemaakt hè. Dus uh, heb je dat gehoord? Het uh, liedje was uitgekomen wat niet echt was. Uh, de twee dagen geleden of zo was nee, een liedje uitgekomen. Oh, oh, van, wel... van Drake was een liedje uitgekomen, <laughs> maar dat was niet van hem. Maar dat stond overal, stond op Spotify en alles. Maar dat was dat had hij helemaal niet gemaakt. Zeg maar. wat nou, dat vind ik zo fascinerend. En en dus dat vind ik een niveau. Dus um, uh, leerlingen leren om met uh, AI om te gaan. Natuurlijk, in de bovenbouw gaan we dat al meemaken. Dus Natuurlijk. Mijn, uh, ik ga, ik uh, schrijf altijd groep 8 uh, musicals zelf met ze. Uh, tenminste, ik schrijf helemaal niks. Dat laat ik de groep 8 doen. Dus die schrijft vanaf nul naar voorstelling een hele eigen musical met tekst en, en, en alles, liedjes ja. en alles erop en eraan. En ik zei voor het eerst: uh, ik wil ChatGPT erin. Je ja. hebt per se 100%. een scène die alleen maar AI is. Weet Om ze uit te dagen. Oké, okay, wat kan ik daarmee? Wat, hoe werkt het? En, maar er zit nog een uh, niveau onder. En dat is namelijk de, het niveau van onze methode. Uh, en in AI zit heel veel. Um, uh, meetbaarheid dus ik kan bijvoorbeeld, ik heb heel veel inzicht in data in onze methode dus uh, ik doe het niet, maar ik zou kunnen kijken of het wel waar is wat jij zegt jij even een blikje hebt geworpen in onze methode, kan ik ze intypen in mijn systeempje Casper en dan zie ik Casper uh, en dan zie ik oh jij bent toen ingelogd, zo lang je hebt deze les bekeken en die heb je zo lang bekeken en hier ben je afgehaakt die data gebruiken we geanonimiseerd. En die brengen we nooit naar buiten natuurlijk. Maar die gebruiken we wel voor onze lessen. Om te kijken, oké, okay, we hebben een les online staan. Waar haken de meeste mensen af? Wat gebeurt daar nou? En dan gaan we bellen of mailen. Zeggen, hé, hey, kijk, we hebben een paar mensen ja. waarmee we heel goed contact hebben. Zeggen, hé, hey, je hebt die les. Waarom zet je die daar uit? Ja, die leerlingen raken afgeleid. Mooi, terug naar de tekentafel. Dat is de manier waarop wij nu onze ja. die systemen gebruiken. Dat is precies hoe YouTube werkt. Je you hebt yes. precies de audience retention yes. kan yes. je inzien... Yes. en yes. Hoelang, hoe platter het lijntje yes. is, hoe beter het is. Ja, dus wij op onze host kunnen we dat ook prima, uh, prima zien. En dat levert ons dus een, een schat aan informatie op... om ons product beter te maken. Waarom zou je dat niet gebruiken, weet je wel? Dat, dat is ja. onmogelijk. En daarmee maak je je methode heel dynamisch... Um, en, en je zorgt er altijd voor dat je verbetert. Dat je altijd aan de goede kant blijft van... Uh, wat kinderen nodig hebben of wat docenten nodig hebben. Dus daar zit voor mij AI ook heel erg in. Dat gaat daar een hele grote rol in spelen. Enorm. Super tof. Ja. AI. Ja, ik kijk, we wisten wel dat South Park heeft een scène helemaal door door ChatGPT laten schrijven. De conclusie van hun aflevering. Ja, nou, dat, dat, is is, ja dat is toch heel goed. En toekomst. ik vind ook goed dat zo'n liedje... Wat dan uitkomt dat je denkt: hè, ik, uh, oh, uh, van, vandaag hoorde ik nog op de radio toen ik hierheen reed. Uh, hoorde ik het nog over. iemand had Paul McCartney een liedje van John Lennon horen zingen. Ja, dat is fantastisch. dat denk ik meteen: oh, daar zit een les in. Top. We hebben trouwens Dikke Mus. Ken je het liedje? Nee. Oh. Dikke Mus? Die, Dikke Mus zit die is dus op Black, eigen Black, ja 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 zeker eigen ja, ja nou luister maar hij is, hij is fantastisch alle de liedjes staan op uh, YouTube kanaal ja en... ik heb er meerdere geluisterd ja, ja, ja. die, die check even. oh dikke mus heel grappig ze uh, is een cover van, uh, van Blackbird van The Beatles <laughs> alleen al niet Blackbird maar dikke mus dikke mus weet je wel en dat gaat over een vogel uh, die even naar de vogelsportschool is ja. Focus, ja, sportschool, yeah. ja. Ja, en, hoe kwamen we daar? Oh ja, dus uh, de, dat, dat ik meteen denk: oh, dat, is een, dat is een tof gegeven om dan één artiest de ander zijn stem te geven. Of daar kan je heel erg mee spelen in, in ons onderwijs, nu al. En uh, uh, alleen maar om die mogelijkheden aan te geven, alleen maar om te laten zien, kijk. En, en dat is sowieso, doen alle methodes, de wereldoriëntatie uh, dat fantastisch. Hè? Dus hoe ga je om met fake news? Doe het maar eens, weet je wel. Ga maar zo snel uh, uh, fake news verwerken tot een onderwerp wat jij in je wereldoriëntatie wil hebben. Want kinderen moeten dat weten. Je kan niet zeggen, oh, we doen nou fake news. Nee, daar doen we niks mee. Die knakkers in groep 7, die krijgen alles mee. Hè? Die, die, die zien ook het jeugdjournaal. En, die zien ook... en dat is geen fake nieuws, helemaal niet. Maar, maar die, daar gaat het wel over. He, dus hoe kan je nou zorgen dat ze zo bewust zijn. en dat begint al lager dan groep 7. Hè? Dat begint al in, in, in middenbouw, dat begint al in onderbouw. Ja, ja zeker. Nadenken Het over hoe je daarmee zo, zo cool. Mooi. Zo tof om over na te denken. Ik denk dat ik dan een heel goed duidelijk beeld heb van hoe jij in, de, in het onderwijs en in de wereld staat. Maar ik ga je toch dan even mijn, af, even mijn afsluitende vraag uh, dan stellen. En dan, je hebt hem eigenlijk wel beantwoord, maar kijken of we hem even concreet kunnen krijgen. Daar ben ik benieuwd naar. Maar wat leren kinderen, of studenten, maar in dit geval eigenlijk kinderen, want daar gaat het om in de, mm. de muziekeducatie voor het primair onderwijs, mm. nou bij jou en niet ergens anders? Uh, de bril. Ja, ik geef ze een bril. Om te kijken. Om te kijken naar de samenleving. Om te kijken naar. En dat begint in de onderbouw. Heel, heel dicht bij huis. Hoe zit het weer in elkaar? Hoe werken dieren? Hoe werkt de wereld om je heen? En dan gaan we in de middenbouw. Gaan we dat eens een beetje uitbreiden. Wist je dat het dier wat jij, waar we over hebben gezongen, wist je dat dat nog veel meer dingen kan? Of dat het nog ergens op aarde voorkomt. En, en dan gaan we naar de bovenbouw. En dan, dan breid ik je bril nog verder uit. Dan, dan verrijk ik je nog meer. Ja. Ik denk dat. dat Cultuureducatie, dus het gaat niet eens over muziekeducatie. Cultuureducatie per definitie de bril is die jij aanreikt aan kinderen om door te kijken. Ja. Mooi. Ja. Dan uh, heb je nog een mooie muziektip voor ons. <laughs> oh, ja, nou, de, ja dus hij is een beetje laat. Maar in, uh, in uh, Winterreizen van Schubert, van Schubert ja. Ja, zit een heel mooi laatste. Ja, ja, ja. Maar dan niet het, <laughs> de eerste, maar de laatste. Uh, uh, de Leijerman heet hij. De, de, Orgelman. de ja, Orgelman. Ja, En die is fantastisch om eens te luisteren. Om eerst voor jezelf even te, te hertalen. En dan uh, te luisteren met kinderen. En, en dat mee te geven. En dat is meteen klinkt heel zwaar. Maar dit, uh, het is fantastisch om zelf even te luisteren. Als het nog een dag heel koud wordt of regenachtig. Zet die op. En uh, neem een goed glas uh, rode wijn of water. Uh, whatever uh, rocks your boat. En um, uh, luister die. En, en vertaal die ook naar je, naar je kinderen. Dat is fantastisch. Het is een heel zwaar onderwerp, maar heel mooi gebracht door Shub. Dat zou mijn tip zijn. Fijn, dankjewel. Um, mocht je na dit hele verhaal geïnteresseerd zijn om misschien wel deel te nemen... of de methode Boom Boom Clap te gaan gebruiken, waar, waar kunnen we die vinden? Ja, boomboomclap.nl. Nou, dat is makkelijk. En check de <laughs> YouTube vooral uh, voor onze liedjes. Boom uh, Boom Clap vind je hem. En... Um, ja, vraag uh, gerust een proeflesje aan of een proefperiode. Het is alleen maar leuk. En, uh, oh ja, abonneer je op de Daily Mail. <laughs> Dat 100%. Ik ga, te gek. Gek. Ik ga het doen. <laughs> leuk Martijn, dank je wel. Ja, jij super. Bedankt voor de uitnodiging, man. Gek. Ja, toch Wie weet uh, nog een keer in deel 2. Graag. Dank je.